Papa. Ben jij hier zelfs? Bent u de preek aan het voorbereiden? Ik breng hem nu uit. Veel succes met preken, Arjan. Je maakt gewoon net dit vak tussendoor. Thank you.
De muziek van Daan en Lies hoorde je heel prachtig. Het nieuwe leven van de lente stromen. En dat past precies bij Pasen. Want Pasen zet echt alles op zijn kop. Pasen vraagt om een nieuw leven. En hoe dat eruit ziet, dat horen we nu uit Colossense. Colossense 3. En daar kom je bij staan, bij het kruis. We hebben het gezien. Het is openbaar. Maar met Pasen ziet geen mens hoe Jezus door de dood heen gaat en het graf verlaat. Niemand ziet hoe Gods liefde het wint van de dood en het kwade machten. Het is een mysterie. Het speelt zich helemaal af buiten het bereik van de mensen. Dat is wat in het opstandingsverslag van Matthäus, meer dan in de andere verslagen in de Bijbel, heel erg duidelijk wordt. Er is gewoon niemand bij. Heel, dan gaan we even ergens anders heen. Als de engel. Yeah.